Bij Ajax in de basis, de bij West Ham United mislukte spits Haller, die van armoede zijn Franse nationaliteit heeft ingeruild voor de Ivoriaanse, zodat hij toch interlands kan blijven spelen, zegt Valentijn Driessen. Rick, Haller, goede aankoop voor Ajax, eens met Valentijn Driessen? Ik ben het niet eens met Valentijn Driessen, nee. Maar de dag dat hij iets positiefs zegt, zouden we daar ook een hele mooie podcast over op kunnen nemen, denk ik. Ik denk dat het een goede aankoop is voor Ajax. Het is een jongen die ervaring heeft in de Eredivisie. En nou ja, hij is fit, wedstrijdfit. En iemand die er gelijk kan staan. En het is natuurlijk wel zo dat, dat hij in de Premier League niet het onderste uit de kan heeft gehaald. En dat heeft deels met zijn houding te maken, maar ook deels met de manier waarop West Ham speelde. David Moyes past hem niet in op de manier zoals hij het beste kan spelen. En ja, ja dan moet je niet Hoe gek moet van hij opkijken dat dat. dan bij Ajax? Hoe moet hij gaan spelen? Nou ja, je hebt vooral jongens om hem heen nodig die hem bedienen. Het is een jongen met weinig snelheid. Dus nou ja, Ajax is een ploeg die veel balbezit heeft. Veel balbezit speelt. Hoog staat. Nou ja, en zo'n jongen kan vinden voorin. Zie jij meteen Haller zijn debuut maken zondag? Het moet bijna wel, hè? Ja, als je kijkt naar de keuzes die Ajax heeft op dit moment voorin, dan is dat wel heel schaars. De enige optie die Ten Hag heeft zonder Haller is met Tadic in de spits en met Anthony en Promes op de flanken. Het lijkt mij het meest logisch als hij Haller direct laat starten en met Anthony en Tadic op de flanken dan begint. Wat verwacht jij van de wedstrijd, Thomas? Ja, ik verwacht een topper waarbij de ploeg een beetje angstig gaan spelen. Ik denk dat de angst om te verliezen groter is dan de wil om te winnen. Dus ik verwacht er eigenlijk komende zondag helemaal niet zo heel veel van. Ik denk dat het een gelijk spel wordt. En ja, PSV is de laatste weken dan echt wel goed in vorm. De laatste twee wedstrijden met 4 goals gemaakt, eentje tegen. Maar wat opvalt is dat PSV dit seizoen alle punten die ze verspeeld hebben, hebben ze in uitwedstrijden verspeeld. Ajax thuis sterk, alleen tegen Twente natuurlijk verloren. Maar ik heb het gevoel dat PSV er op dit moment wat beter in zit dan Ajax. En het gelijkspelletje lijkt me wel het meest voor de hand liggende. Het zou voor PSV, hè? PSV verloor de laatste 4 wedstrijden in de arena van Ajax. Scoorde ook maar 1 keer. Weinig doelpunten verwacht je als je het over een gelijkspel hebt. Heb je het dan over 0-0, 1-1? Ja, ik denk een 0-0. Ik denk echt dat er heel weinig gescoord gaat worden. Eigenlijk dus helemaal niet. Nee, ik verwacht een 0-0. Als je toch gaat kijken, de Gakpo en Malen versus Blind en Schuurs. Ja, je zou toch dan toch wel verwachten dat er wat gaatjes te vinden zouden zijn voor de snelle PSV'ers. Ja, is ook een theorie. Maar ik verwacht het gewoon niet. Ik denk aan het begin van zo'n maand vol toppers. Dat als je deze verliest, dan zit je er gelijk niet zo lekker in. Dus als het lang 0-0 blijft, denk ik echt dat beide ploegen er wel vrede mee hebben. Heeft Ajax er vrede mee, denk je, Rick? Met een gelijkspel tegen PSV om de maand te beginnen? Nou, dat denk ik niet. Nee. Wat voor Ajax wel een voordeel is, is dat Kudus terug is. Dat is toch wel een belangrijke schakel gebleken aan het begin van het seizoen. Mazraoui keert volgens mij ook terug. Dat zijn toch wel belangrijke jongens die veel invloed hebben op het spel van het team. En ik begreep ook dat Neres wellicht de wedstrijd zou kunnen halen. En dat, voor Ajax is dat heel belangrijk. En die jongens hebben ze wel echt gemist in de slotfase van de eerste seizoen zelf, waarin ze punten hebben verspeeld. En PSV mist Gutsen waarschijnlijk, begreep ik. Daartegenover staat dan wel dat Marco van Ginkel er waarschijnlijk bij is. Maar goed, die heeft 3 jaar geen wedstrijd gespeeld. Daar zou ik ook niet direct op willen vertrouwen. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen welke kant het op gaat. Ik neig ook naar gelijkspelletje, 1-1. Maar als er één ploeg zou winnen, dan kies ik wel voor Ajax. En dan zou maar dat ook met... even terugkomend op het feit, PSV heeft juist met Malen en Gakpo echt hele rappe jongens voorin. Ik denk dat Ajax juist daarom ook bang is om veel ruimte weg te geven in hun rug. Dus dat ze ook mede daarom misschien iets minder aanvallend zullen spelen dan bijvoorbeeld tegen een, noem eens wat, een Feyenoord. Gewaagde uitspraak. Nou ja, dat weet ik niet. Het past niet bij de stijl van Ajax om dat te doen. Hè. Dat hebben ze nooit gedaan. Zelfs niet toen ze 2-0 voor stonden tegen Tottenham. Dus nee. Dat, hadden ze het maar wel gedaan. Juist. Weet ik niet. Een aanval is de beste verdediging natuurlijk. Bovendien heeft Ajax aanvallend genoeg kwaliteiten. Maar ja,
Ik zie PSV in ieder geval niet winnen. Het maximaal haalbare voor PSV is denk ik een gelijkspelletje. En nou ja, dan zou dat 1-1 zijn. En mocht Ajax winnen, is dat ook niet ruim. Is het ook met 1-0. 0-0 of 1-1. We gaan het komende zondag zien.